Ja, zie je het zwarte schaap daar? Allemaal zwarte schapen. Dat heet de Nederlandse bevolking. Laat me zitten. Ivo, ja. Hé, weet je wat ik een beetje raar vind? Hugo de Jonge, die prikpooien, die zeggen van we weten jullie te vinden hoor. Niks is geheim voor jullie. We pakken jullie wanneer we maar willen. We wachten maar tot die permanent is, die coronadictatuur. Ja. Maar nou gaan een heleboel mensen zo plotseling dood. Jup. En ja, als we dan willen weten van hoe kan dat eigenlijk? Ja, privacy redenen kunnen we het niet onderzoeken. Oh ja, en een vriend van mij, dat was ook. Zijn vader had het vaccin genomen. Toen zei zijn vader tegen zijn zoon: dan neem jij hem dan ook. Toen zei hij: nou ja, als jij dat zegt, dan doe ik dat gewoon. En toen had hij hem genomen en binnen 10 dagen was hij dood. Lag hij zo op bed. Liep het bloed uit de mond en de hond zat erbij. Nou, en toen zei hij van ja, hij is meegenomen, zei die vader, door de ambulance en ze gingen de autopsie doen. En toen kwam hij bij de dokter en zegt die dokter van ja, zou je dat wel doen, autopsie? Want ja, dan kom je met de politie, dan moet je heel veel papieren invullen. Je kunt hem ook zo meekrijgen, dan mag je hem gelijk cremeren. Dan zegt hij, nou weet je wat, doe ik dat toch? Dus ja, ze willen niet dat het onderzocht wordt. Dat wil ik even zeggen. Maar ja, je ziet daar een zwart schaap. Dat worden wij dus vooruitgemaakt. Voor nazi's. Maar ja, daar staan al mijn vrienden, de paarden. Maar ik heb even geen appels bij me. Dus ja, ik moet ze teleurstellen. Hadden ze al natuurlijk geroken dat ik geen appels bij me had. Maar dan zit ik hier zo te kijken. Ja. Dat is een schaap met horentjes. Hier, nog een schaap met horentjes. Misschien ben ik wel een schaap met horentjes. Nou, dus ja, ik ken ze niet. Dus met andere woorden, ja, ze kennen mij ook natuurlijk niet. Hé, jongens. Hoe is het met jullie? Oh. Hij zegt, ik kom even van dichtbij bekijken. Dat heb ik nog nooit gezien, zo'n raar diertje. Hé, jongens. Ik vind... Oh, ze zeiken allebei in één keer van zich af. Nou, dus met andere woorden... Als je meneer Rutte ziet en je schrikt van hem, ja, dan moet je van je afzaken. En laat me zitten hiervoor. Ik zou kijken of ik contact kan krijgen met ze. Ik zeg, hé, hey, vriendjes. Nee, ze zijn druk. Maar daarachter zijn ook schaapjes. En dat zijn weer hele andere schaapjes. Kun je zien hoeveel schaapjes er zijn? Nou, laat me zitten. In ieder geval schaapjes zijn niet makkelijk in deze wereld. Met dat vreugde... geloof in de wereld, met dat je vrij gelooft. Je mag zelf weten wat je doet als je iets gelooft. Dat vind ik altijd zo'n geloofsovertuiging. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het een hoax is. Nou, laat maar zitten.